Zeeland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Vandaag lamsoor en zeekraal. Dit is hier lamsoor. De eerste volle grondsgroente die er is op het jaar. En vroeger rond de Eerste Wereldoorlog zijn de mensen hier bijna massaal gaan snijden om onder de enorme voedseltekorten waren. Zo is het weer herontdekt, de lamsoren en later op het jaar de zeekraal. Al meteen na de mobilisatie in 1914 ontstonden tekorten aan levensmiddelen in Nederland. Omdat het grensverkeer en de uitvoer beperkt werden en de wisselkoersen van slag raakten. Zeeland had het als agrarisch gebied nog relatief goed. Maar ving in oktober 1914 wel honderdduizenden Belgische vluchtelingen op. Die, net als de gemobiliseerde soldaten, ook moesten eten. En vanaf 1915 werden we, net als de rest van het land, getroffen door maatregelen van de geallieerde mogendheden tegen de scheepvaart uit neutrale staten. Door die scheepvaartblokkades kreeg je dus een enorm tekort aan meel en aan dierenvoeder. Dus de regering vond het op een gegeven moment noodzaak om zelf te gaan distribueren. En dan had je dus regeringsvarkens, regeringsbrood, regeringsvis. En dat verliep allemaal via de gemeente. De burgemeester moest dat aanvragen bij de landelijke regering. En als je een goede burgemeester had die alert was, dan had je een voordeel als inwoner. Maar dat was niet overal het geval. In augustus 1916 werd daarom de zogenoemde distributiewet ingevoerd. En kreeg de nationale overheid de mogelijkheid om eerste levensbehoeften op rantsoen te plaatsen. In 1917 kwamen er steeds meer producten op de bon. Dus niet alleen voedingsmiddelen, maar ook brandstoffen, zeep, alles eigenlijk. Dingen voor verlichting. En je kon dus bonnen halen. Met een legitimatiekaart moest je eerst een legitimatiekaart halen op het gemeentehuis. En met een bon, je moest bonnen laten zien in de winkel als je iets kocht. En voor het brood was dat behoorlijk weinig, 400 gram op een dag. En later zelfs teruggeschroefd tot 200 gram op een dag. Nou, voor een werkman was dat beslist heel weinig. Toch hield niet iedereen zich aan de strenge regels. Veel goederen werden zonder bonnen verkocht. En er ontstond dan ook een bloeiende zwarte markt. En een bekend voorbeeld is de boerinnen die met de tram naar de markt gaan in Middelburg of in Goes. En dan hebben ze onder hun grote rokken eieren, zakken eieren verborgen. Of ook wel boter om in stad lekker duur te verkopen. Maar het grootste probleem was het tekort aan brandstof. Kolen kwamen Zeeland gaandeweg nauwelijks meer binnen. Dat had directe gevolgen voor de Zeeuwse bedrijven en het transport. Maar ook de Zeeuwen zelf hadden er last van. En dat speelde natuurlijk vooral in de winters. En dan had je dat mensen in Zeeland gewoon vroeg naar bed gingen om uit gebrek aan brandstof en aan petroleum voor verlichting. En ook de scholen zijn wel tijdelijk gesloten geweest. Maar dat was hetzelfde probleem, brandstof in de winter. Hoewel de tekorten af en toe tot relletjes leidden, bleef het relatief rustig in Zeeland. Op een aantal incidenten na. In het landbouwgebied Noord-Beveland, daar brandde in de laatste oorlogswinter twee enorme boerenschuren vol met voedingsmiddelen af. Heel erg zonde natuurlijk. Maar de dader, die hebben ze nooit gevonden, die heeft waarschijnlijk gedacht, wij niks, dan jullie ook niks. Want ze waren jaloers op de boeren die zoveel verdienden. Het was wel een goede tijd voor de boeren natuurlijk toen. Maar ja, het was wel heel erg zonde van al dat voedsel natuurlijk. Het was de monding van de Schelde die de Zeeuwen in die periode nog iets extra's gaf. Sommige Zeeuwen trokken de schorren op zoek naar veen en staken weer turf af om als brandstof te gebruiken. En het enige waar we in Zeeland tijdens de Eerste Wereldoorlog te veel van hadden, waren oesters en mosselen. De export daarvan kwam namelijk praktisch stil te liggen, omdat Duitsland, Frankrijk en België, de strijdende partijen dus, altijd veruit de grootste afnemers waren. De oplossing voor het overschot werd voor een deel gevonden in het conserveren. Gezouten mosselen en oesters konden langer bewaard worden en leverden nieuwe handel op. En zeegroenten waren er dus ook voldoende.
En zo droeg schaarste tijdens de Eerste Wereldoorlog bij aan de populariteit van de ook nu weer veel gegeten Zeeuwse producten, lamsoor en zeekraal.